Gadokari. My best is yet to come. Bijbel zegt het zo mooi. Het zijn de gunst bewezen des Heeren dat we niet zijn omgekomen. Is niet wat je denkt, hoeft het te zijn. Je moet zich onderwerpen aan de baas boven alle baas. Ten slotte te alle de problemen ba boom om met jou. Geliefde kijkers en luisteraars, ik heet u van harte welkom bij deze aflevering van The Best Is Yet To Come. Het is voor mij een bijzondere eer dat ik u deze dag mag bemoedigen vanuit het woord van God. Ik wil u vragen om uw Bijbel ook gereed te houden. U zal dan de gelegenheid hebben om de tekst van vandaag mee te lezen. Halleluja. Voordat we verder gaan, wil ik toch even bidden en dit woord aan de Heer opdragen, zodat het vrucht mag dragen. Want de bedoeling is dat het woord van God vrucht draagt in ons leven. De Bijbel leert ons dat hemel en aarde voorbij zullen gaan, maar het woord van God zal altijd bestaan. Het woord van God zal altijd stand houden. Dus geliefde kijkers en luisteraars, broeder, zuster, jonge man, jonge dame, mevrouw, meneer. Als wij nergens anders hebben om op te leunen, dan hebben wij het woord van God. Gods woord is vaste grond en wij kunnen 100% rekenen op het woord van God. Want de Bijbel zegt, God is geen man dat hij liegen zou. Hij is waarachtig, hij is betrouwbaar. Dus zijn woord, de Bijbel, is de waarheid en het is uiterst betrouwbaar. Dus het is belangrijk dat wij als mensen, als broeders en zusters, respect hebben voor het woord van God. Amen. Dus nogmaals, ik groet u in de wonderbare naam van Koning Jezus. Als u mensen kent die graag ook afgestemd zouden willen zijn, maar misschien zijn ze vergeten, stuur iemand een app, stuur iemand een voice note en vraag ze om afgestemd te zijn op deze zender, zodat ook zij bemoedigd kunnen worden. Want laten we eerlijk zijn, in deze tijd hebben wij een push nodig. In deze tijd waar alles zo een beetje onzeker is, waar er veel onzekerheid heerst, moeten wij wel een punt hebben waar wij zeker over kunnen zijn. En dat is het woord van God. We hebben die bemoediging nodig. We hebben die vermaning nodig. We hebben die push nodig vanuit het woord van God. Dus als u mensen kent, stuur iemand een bericht, zodat ze afgestemd kunnen zijn. Laat ons bidden. Vader, we leggen dit woord in uw machtige handen. Gebruik mij als een kanaal om uw volk en al de mensen die kijken of luisteren, dat ze bemoedigd mogen worden. In Jezus' machtige naam. Amen. Halleluja. Ik ben bijzonder blij. Nogmaals, laten wij gezamenlijk lezen een bekende tekst in Jeremia. Jeremia 29, vers 11. En dit is in principe een brief dat gestuurd wordt, of die gestuurd wordt naar de ballingen van Babel. Dat was het volk van God Israël die in ballingschap was weggenomen uit hun land, uit hun vertrouwelijke omgeving, uit hun positie van zekerheid. Daar waar ze rechtszekerheid hadden en rechtsbestaan hadden, ze zijn weggehaald uit dit land, afgevoerd als ballingen naar Babel. Dus je kunt zich voorstellen dat in deze tijd, in dit punt in de geschiedenis van het volk van God Israël, was het een hele moeilijke, onaangename tijd. U moet zich voorstellen,
een vreemde mogendheid heeft de controle genomen over het volk van Israël. Ze moesten naar Babel. Al hun edele mannen, de geleerde mannen, werden weggenomen, werden geplaatst in het kabinet, zouden we zeggen, van die vreemde mogendheid, om die vreemde mogendheid te dienen. Geliefde broeders en zusters, hiermee wil ik u eigenlijk de context geven van wat er zich afspeelde toen in de geschiedenis van het volk van Israël. U moet zich voorstellen, geliefde broeders en zusters, wanneer wij de Bijbel lezen, dan lezen wij verhalen, waar gebeurde verhalen, waaruit wij lering kunnen trekken en waar wij principes kunnen onttrekken van het woord van God. Dus de context is dus, het volk van Israël is in ballingschap. Dat is een positie waar ze liever niet zouden willen zijn. Het bracht heel wat ongemakken met zich mee. U moet zich voorstellen, ze hadden geen bewegingsvrijheid en in min of meerdere mate moesten zij zich onderwerpen aan de gebruiken, aan de tradities van de vreemde mogendheid. En as a matter of fact, het ging zelfs zo ver dat zelfs hun identiteit eigenlijk zo een beetje van hun werd afgepakt. De mannen die gingen werken in het kabinet van de vreemde mogendheid, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, dat waren mannen die moesten gaan werken voor de vreemde mogendheid, voor Babel. En in die tijd was het dus koning Nebukadnezar. En ze kregen zelfs andere namen. Dus je kunt zich voorstellen dat het een hele onaangename episode was in het leven van de Israëlieten. Nou, Jeremia stuurt dus een brief en ik wil slechts één zin uit die brief voor u lezen, en eigenlijk zijn het meerdere zinnen. Jeremia 29 vers 11. Jeremia 29 vers 11. Halleluja. God is goed, God blijft goed, dwars door alles heen. Laten we lezen. Hier staat er in Jeremia 29 vers 11, dus nogmaals, deze brief wordt gestuurd aan de ballingen, het volk van Israël in Babel. En hier staat er dus, want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. En nu gaat hij specificeren wat die gedachten precies zijn. Er staat dus gedachten van vrede. En niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Luistert u, geliefde broeder en zuster. God zegt, ik weet welke gedachten ik over u koester. Luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede. En niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Broeder en zuster, in een tijd waar er zoveel misgaat, kunnen wij wellicht denken dat God ons is vergeten. Misschien gaat u in uw leven door een bepaalde situatie persoonlijk, waarbij het heel erg zwaar is en waarbij je de neiging krijgt om de hoop op te geven. Want je vraagt je misschien af, maar waar is God? Waarom moet dit met mij gebeuren? Wat gebeurt er allemaal in mijn leven? Heb ik niet gebeden voor vrede? Heb ik niet gebeden voor zegen? Heb ik niet gebeden voor rust? Maar het tegenovergestelde lijkt er te komen. Als natie, en eigenlijk ook zo een beetje als globale samenleving, wereldwijd, zijn wij van de, zou je kunnen zeggen, van de een op andere dag, want zo voelt het aan, zijn wij gekomen in een bepaalde situatie. We zijn gekomen in een gezondheidscrisis en het is nog even aftasten hoe, wat, hoe verder, hoe gaat de toekomst eruit zien. Er wordt gesproken over een nieuw normaal. En te midden van de storm
te midden van de storm. Vragen velen van ons zich af, maar hoe staat het dan? Waar is God? Maar ik wil u vandaag bemoedigen, geliefde broeder en zuster, kijker, luisteraar, dat Gods plan, Gods gedachten nog steeds staan. Als er hier staat, want ik weet welke gedachten ik over u koester, staat er hier, ik weet welke plannen ik met u heb. Ik heb nog steeds een plan, luidt het woord des Heren. Ik heb nog steeds een doel. Ik heb jou nog steeds geroepen. Hier staat er in principe dat God zijn agenda niet is veranderd. Er staat hier dat God zijn plannen niet zijn vervallen. God zijn plannen staan nog steeds recht overeind. Broeder en zuster, ik wil u bemoedigen vandaag. God is niet geschrokken door de situatie. God staat niet perplex door de situatie. God is niet uit balans gehaald door de situatie. Wij mensen, omdat wij niet alles weten, omdat wij niet alle resources hebben, omdat wij niet almachtig zijn, zijn wij mensen een beetje uit balans gehaald. En we weten niet wat we moeten doen. We weten niet precies waar we moeten gaan. Soms weten we niet hoe we ons moeten opstellen. Want alles is zo drastisch veranderd. Alles is zo ongemakkelijk geworden. Omdat wij mensen zijn. En het is menselijk. Maar ik heb goed nieuws voor u vandaag. God is niet geschrokken. Dit heeft God niet, deze hele situatie, God is totaal niet geschrokken. Hij komt totaal niet onder de indruk. As a matter of fact, God is in de rust en zijn plannen zijn nog steeds staande. Ik wil u geruststellen, ook God zijn plannen met deze wereld staat nog steeds vast. En ook God zijn plan met u als persoon staat nog steeds vast, geliefde broeder en zuster. Ja, u weet niet alles, maar God weet wel alles. Ja, u kan niet alles, maar God kan wel alles. Zijn gedachten staan nog vast. En sterker nog, hij koestert die gedachten. Weet u, als u een plan heeft, als u iets wil gaan ondernemen, en u wil misschien, wat het nou ook mag zijn, misschien wilt u een business doen, of misschien bent u van plan om iets te doen met een paar vrienden, of misschien, heel simpel, bent u van plan om buiten de stad te gaan, om ergens te gaan. Dan gaat u bepaalde plannen maken en u koestert dat plan. Dat plan is waardevol voor u, want u wil dat het plan het zoveel als mogelijk verloopt naar het plan dat u gemaakt heeft. Ook wanneer er een huis gebouwd zal worden, moet er een architect of een bouwtekenaar een tekening maken. En die tekening vertegenwoordigt het plan. Hoe moet dat huis gebouwd worden? Het is een blauwdruk. Er wordt een plan gemaakt. En voordat er gebouwd wordt, gaat de architect rustig tekenen, berekeningen maken. Hoe moet het precies gaan? Er wordt een bestektekening gemaakt als leidraad voor de aannemer om te kunnen werken. En u moet zich voorstellen, als een architect zo begint te tekenen, of een bouwtekenaar, het is voor hem waardevol. Want het vergt een stukje creativiteit. Het vergt een stukje innovatie. En het is belangrijk voor hem. Hij koestert dat plan. Hij koestert zo een blauwdruk. En zijn verlangen is dat de aannemer uiteindelijk het plan uitvoert zoals het er staat. Geliefde broeders en zusters, het is pijnlijk om iets op papier te hebben, om een bouwtekening op papier te hebben. En u overhandigt, zo'n bouwtekening wordt overhandigd aan de aannemer om te beginnen te bouwen. En na verloop van tijd merkt de architect dat dat plan niet wordt uitgevoerd zoals het er staat. Nou, zoiets zal teleurstellend zijn, want zo'n architect koestert dat plan. Hij koestert zo'n blauwdruk. Het is waardevol. Het betekent heel veel voor hem. Want hij heeft dat plan ontworpen en het moet uitgevoerd worden zoals het er staat. Nou, geliefde broeders en zusters, op dezelfde manier kunnen we God ook in deze architect noemen. Want zijn plan koestert hij. En het is waardevol. En weet u wat het voordeel is?
Hij zelf zal erop toezien dat het plan uitgevoerd wordt zoals het er staat. Wat wil ik u eigenlijk zeggen vandaag? Ik wil u zeggen dat Gods plan met uw persoonlijk leven, wat er dan ook om u heen gebeurt, het staat er nog. En zal ik u ook vertellen, God is niet van gedachten veranderd. God is niet van gedachten veranderd. Zijn plan is niet veranderd. Gods plan staat er nog steeds. En u moet zich voorstellen, geliefde broeders en zusters, deze brief wordt geschreven en gediend, afgeleverd aan een volk dat in ballingschap zit. In ballingschap. In moeilijkheden. In problemen. Ik weet niet wie u bent, maar misschien zit u momenteel in een noodsituatie. Misschien zit u momenteel in een gezondheidscrisis. Misschien zit u momenteel in een financiële crisis. Misschien zit u momenteel in een relatiecrisis. Er zijn zoveel verschillende crises die wij dagelijks, waarmee wij dagelijks geconfronteerd worden. Of u nou zwart bent, wit bent, jong bent, oud bent. We worden dagelijks gebombardeerd met allerlei toestanden. Maar weet u? De mate waarin u gegrond bent, bevestigd bent in het woord van God, zal bepalen hoe u omgaat met al deze vormen van crisis. Trouwens, crisis is meervoud van crisis. Een beetje een rare manier van Nederlands, maar dat is het gewoon. Ik dacht, laat mij u even zeggen. Maar in ieder geval, als wij geconfronteerd worden, gebombardeerd worden met al deze omstandigheden, geliefde broeders en zusters, als wij niet bevestigd zijn in het woord van God, zullen wij heen en weer geslingerd worden. Maar als u dit woord van God kent, lees de gedachten van God kent, of het plan, Gods blauwdruk, als u weet wat het is. Dus met andere woorden, wanneer er zoveel om ons heen gebeurt, moeten wij rennen naar God, want Hij is onze toevlucht, en zeggen, Heere, wat is het plan? Openbaar mij dat plan. Heer, ik heb zoveel andere plekken gezocht. Ik heb gerekend op mensen. Ik heb mensen voorop gesteld. Maar ik heb ontdekt dat ook mensen teleurstellen. Ik heb ontdekt dat ik niet altijd op mensen kan vertrouwen. Geliefde broeder en zuster, dat plan staat er nog steeds. Dus wij moeten nu rennen naar God en God vragen. Heer, wat is het plan? Wat is het doel? Wat gebeurt er? Zal ik u nog even geruststellen met een tekst. Die tekst zegt, ik dacht dat het staat in Romeinen. Die tekst zegt, want wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Voor degene die hem lief hebben en voor degene die volgens zijn voornemens geroepen zijn. Laat me dat een beetje parafraseren. Want wij weten nu dat God alle dingen gebruikt. Alle situaties, omstandigheden, mensen gebruikt ten behoeve van degene die hem lief hebben en die volgens zijn plannen, hoort u dat? Of die volgens zijn gedachten, naar zijn gedachten geroepenen zijn. Dus God heeft nog steeds een plan en hij heeft u geroepen om dat plan te vervullen. En dat plan staat nog steeds vast. Dat plan is niet vervallen. Dat plan is niet oud geworden. Dat plan staat nog steeds vast. En wij als broeders en zusters, kinderen van God, geroepenen van God. Het moet onze prioriteit zijn om te zeggen, Heere, ik weet misschien niet wat er allemaal gebeurt, maar ik vertrouw op u. En vertrouwen wil zeggen, je gooit je hele gewicht op hem. Net als wanneer een kind zichzelf gooit in de armen van zijn vader en
niet eens erbij nadenkt. Want dat kind heeft zoveel vertrouwen dat papa sterk genoeg is. Papa is machtig genoeg om mij op te vangen. En hij is sterk genoeg om ervoor te zorgen dat ik geen ongeluk krijg. Nou, wij hebben alle reden, omdat we dealen hier met de God van hemel en aarde. We dealen hier met de uiterst betrouwbare God. We kunnen ons gewicht op hem loslaten. Want hij heeft nog steeds een plan. Laat me toch even nog enkele teksten met u lezen. En dan ga ik u een sleutel geven. Er staat in vers 12, zelfde hoofdstuk, Jeremia 29, vers 12, staat er dan. Ai, ai, ai. Laat me toch vers 11 lezen, zodat u de context begrijpt. Er, vers 11 staat er, want ik weet welke gedachten ik over koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Als ik een normale kerkdienst hier had, zou ik de mensen vragen om mij na te zeggen. Zeg een hoopvolle toekomst. En ik wil u bemoedigen thuis. Zeg het, verbaal, dat u het ook hoort. Zeg het, ik heb een hoopvolle toekomst. Ik hoop dat u dat gezegd heeft. Er staat dus, dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden. Ziet u dat? En ik zal naar u horen. Dan, dus die, zoveel dannen, zoveel keer zegt hij dan, want alles is gebaseerd op voorwaarden. Dan. Dus er staat, heen gaan en tot mij bidden en ik zal naar u horen. Dan zult gij mij zoeken en vinden, wanneer gij naar mij vraagt met uw ganse hart. En daar is hij nog niet klaar. Er is weer een dan. Dat is in vers 14. Dan zal ik mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen. En u had het misschien niet gedacht, maar er is nog een dan. Dan zal ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarin ik u verstoten heb, luidt het woord des Heren, en u terugbrengen naar de plaats waar, van waar ik u uit ballingschap heb doen wegvoeren. Geliefde broeders en zusters, ik ga hiermee afsluiten. De sleutel is gebed. De Bijbel zegt, bid en het zal u gegeven worden. Klop en het zal voor u open gedaan worden. Zoek en gij zult vinden. Dat is een zekerheid. Dat is het woord van God. Dus ik wil u bemoedigen dwars door die situatie. Misschien heeft u geen zin om te bidden. Bid toch. Misschien voelt u niet ervoor om te bidden. Bid toch. Misschien bent u moe om op de deur te kloppen. Klop toch op de deur. Misschien bent u moe door de situatie om te zoeken. Misschien bent u wanhopig geworden en u wilt niet meer zoeken. Wel, zoek toch. Want per slot van rekening is het antwoord bij God. De gedachten, God koestert ze. Dus waar moeten we heen gaan? Bij God. En de Bijbel zegt niet gewoon zomaar, maar met uw ganse hart. Dat wil zeggen met uw geheel hart. Met alles wat u heeft. Bid zonder ophouden. Zoek, klop aan de deur. Het zal voor u open gedaan worden. Zoek en u zal vinden. Uw hoopvolle toekomst komt eraan. Uw hoopvolle toekomst bestaat nog steeds. Misschien is het niet vandaag, maar in de toekomst. Over een uur, over een paar dagen, over een paar jaren. Misschien over 10 jaar. Maar blijf volhouden. Want uw hoopvolle toekomst bestaat. En u gaat in de richting van uw hoopvolle toekomst. Door te blijven bidden. Door te blijven klappen aan de deur. En door de Heer te blijven zoeken. Dan zal u zien dat hij een keer brengt in uw lot. En ik ga u zeggen, wanneer het dan ook gebeurt, het zal smakelijk zijn en u zal getuigen van de goedheid van God. U zal een testimonie hebben. Dwars door alles heen heb ik de Heer gezocht. Dwars door de hele coronasituatie heb ik de Heer gezocht. Dwars door al de hele financiële crisis heb ik de Heer gezocht. En hij heeft zich laten vinden. Hij heeft mijn gebeden verhoord. En hij heeft een keer gebracht
in mijn lot. En ik proclameer dat dat uw persoonlijke testimonie gaat zijn. De Heere is met u en hij brengt een keer in uw lot. Blijf bidden. Blijf tot hem roepen. Blijf hem zoeken. Juist in deze tijd van onzekerheid. Blijf de Heere zoeken en u zal zien dat hij een keer brengt in uw lot. Geliefde broeders en zusters, ik hoop van harte dat u bent bemoedigd door dit kort woord van God. Breng het in praktijk. Overpeins het bij dag en bij nacht. Denk erover na en breng het in praktijk. Bid zonder ophouden. En ik geloof met geheel mijn hart dat de Heer een keer brengt in uw lot. Laat mij nog even voor u bidden voordat wij deze uitzending afsluiten. Vouw uw handen of in ieder geval neem een eerbiedige houding. En laten we ons geloof samen bundelen en de Heer vertrouwen dat hij een keer brengt in uw lot. Vader in de hemel, ik bundel mijn geloof samen met de kijker, de luisteraar, die man, die vrouw, of die jonge dame, die jonge heer. Ik bundel mijn geloof met ze samen om te geloven te midden in het vuur. Te midden in onstuimigheid, te midden in de storm, bid ik mijn God dat hun geloof staande mag blijven. Want uw gedachten en uw plannen staan nog steeds. Heer, en ik bid mijn God, Vader, ik bestraf elke vorm van vrees. Ik bestraf elke vorm van angst. Ik bestraf elke vorm van onzekerheid en twijfel in uw woord. Heer, en ik bid, Vader, dat mijn broeder en mijn zuster mag opstaan in de zekerheid van uw woord. En u mag zoeken. Heer, en ik dank u wel dat op grond van uw woord, dat belooft u, dat wanneer wij zoeken, wij zullen vinden. Heer, ik bid, breng een keer in het lot van degene die kijkt, nu op dit moment. Heer, misschien kijkt er iemand met een ziekte in zijn lichaam. En hoe die ziekte dan ook mag heten, ook al zou het een chronische ziekte zijn. Ik bid voor een wonderbaarlijke genezing op dit moment. Heer, genees die jonge dame. Genees moesje, oma die kijkt. Genees in de naam van Jezus. Heer, als er iemand is met een financiële nood, Heer, breng een keer in het lot van de persoon. Voorzie op een wonderbaarlijke wijze. Heer, ik bid welke nood er ook mag zijn, hoe die nood ook mag heten. Het zal buigen voor de naam van Jezus Christus. In de naam van Jezus Christus bid ik mijn God. Zegen. Overvloedig. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Amen. Ik wil u van harte bedanken dat u gekeken heeft naar deze uitzending van The Best Is Yet To Come. Apostel Steven Rijmen zegt het altijd. Het beste van uw leven is nooit en te nimmer achter u. Maar het beste van uw leven is altijd voor u. Your best is yet to come. God bless you. My best is yet to come.